Je zei net ook van, eigenlijk werd dit boek, wat ik nu geschreven heb, werd eigenlijk pas goed op het moment dat ik mezelf er ook in legde. Ja. Zijn het ook ervaringen van die burn-out die in dit boek terugkomen? Nou, meer van de kijk, de burn-out is vooral totale oververmoeidheid en niet meer kunnen. Ja. En een symptoom, wat er bij mij gebeurt als het niet goed met me gaat, is dat andere dingen, depressies en angsten, dan op gaan spelen. En dat heb ik eigenlijk meer gebruikt. Maar dat was na de geboorte van mijn eerste kind was ik depressief. Dat is een keer of twee teruggekomen. En ik leid dan wat de therapeuten zo mooi noemen aan een angststoornis. Dat is iets wat eigenlijk in de loop van mijn leven sterker is geworden. En de laatste jaren dus opeens ook weer heel erg opspeelde. Ja, ja. En dat zien we ook terug in de hoofdpersoon in dit boek. Ja, die is ook enorm angstig. Die is heel angstig. En ook na de geboorte van de kinderen. Ja, maar sowieso voor het leven en voor rampen en voor dingen. En dat is voor mij heel erg van binnenuit. Ja, ja. Zo. Dat vond ik ontzettend beklemmend om te lezen. Ja. Ja, nee, maar dat begrijp ik nu ook wel. Heel lastig. Dat kan. Nee, maar dat is dus, ja, dat maakte het boek dus ook. Ja. Dat het ging leven, dat ik dacht, ja, ik kan niet doen alsof het over anderen gaat. Nee, het gaat echt over mezelf. Ja. Was dat een drempel om overheen te stappen, om te zeggen, oké, dan gooi ik mezelf er ook maar in? Nou, het ging eigenlijk een beetje vanzelf. Dus misschien, ja, dat zijn dan weer van die rare cadeautjes van het leven. Ik was echt niet blij toen ik een jaar of twee geleden weer heel erg angstig werd. Maar het kwam wel goed uit in die zin. Dat kon het wel voor het boek morgen. Nou ja, dat het daarmee natuurlijk ook heel invoelbaar was. Ja. Op het moment dat je dat in een karakter wil beschrijven. Maar hoe doe je dat dan? Want je bent dan zelf weer enorm angstig. Dan schrijf je denk ik niet in zo'n periode. Jawel. Of wel, ja? En als ik niet schrijf, dan ga ik dood. Oh. Dus dat is nee. Maar ben je in staat om zo afstand te nemen zo van je eigen angst dat je het op kan schrijven? Of hoe werkt dat dan? Nou, ik heb natuurlijk ook best periodes even helemaal niet kunnen werken. Van totaal verlamd op een stoel en de deur niet uit kunnen. Niet dat je de deur uit hoeft om te schrijven. Maar dat ik vooral heel erg verlamd was. Ja. En ook heel veel moeite met reizen weer had. En met alles. Ja. Ik ben heel claustrofobisch. Maar toen dit zo opdook. Wat ik net zei, het was heel lang heel goed gegaan. Op een gegeven moment werd onze oudste zoon ziek. Hebben we gewoon 2 jaar lang in een soort crisissfeer geleefd. En daarna ging ik weer bergafwaarts. Ja. En dat kun je natuurlijk best achteraf verklaren. Ja. En toen het helemaal niet meer ging, heb ik ook eigenlijk meteen alarm geslagen. Dat was wel wijs. Ja. En ik had wel iemand met wie ik af en toe ging praten. Ik ben zo eerlijk geweest om op een dag te zeggen, het gaat niet. Ja. En toen zat ik binnen een dag bij een psychiater. Oh ja. Dus zij nam het heel serieus. Ja. Want ik zeg niet zo gauw het gaat. Nee, dat wist zij natuurlijk ook wel. Dat wist zij. Dat als jij dat aangaf. Dat, ja, dan dat heeft ze heel goed gedaan. Ik zie haar nog. Ze pakte gewoon meteen de telefoon. Zei, ik ga even bellen hoor. Nee. Nou, gelukkig maar. Maar wel, wat ik wel knap vind, is dat je het dan ook op kan schrijven. Want dat is wel, denk ik, dat vergt toch dat je ook in staat bent om te analyseren wat er met jezelf gebeurt, denk ik. Ja, maar dat is wel wat ik mijn hele leven al doe. Er loopt altijd een soort camera mee. Ja. Of de schrijver in mij kijkt mee. Dus er is altijd een soort metaniveau waarmee ik de gebeurtenissen ook waarneem. En, ja. en dus ook kan opschrijven. Nou, en later ook zo... of registreren. Ja. Dan komt het later. En ik kan er ook wel. Ik heb een goed geheugen, dus daar kan ik dan goed naar terug. Ja. Dus je schrijft het wel op zo'n manier dat ik het ook als lezer kan. Ik kan erbij invoelen. Daarom is het ook zo beklemmend. Dat je denkt, ja, dit is zo echt beschreven. Dat komt over.